Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland, er zitten wat gaten in het wolkendek. met af en toe dus een enkele opklaring. Maar in het algemeen zal het vandaag een tamelijk grijs beeld zijn. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. en 3 tot 7 graden. met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag verandert er wat wind betreft niet veel. misschien dat het langs de kust krachtig waait. met windkracht 6. In het noorden neemt de kans op het lichte motregen toe. in het zuiden zien we af en toe de zon. en de maxima liggen tussen 7 en 10 graden. Ook vanavond nog steeds een grijze wolkendek met in het algemeen droog weer hier en daar een spatje motregen. En de wind neemt dan langzaam weer iets af. Dan gaan we naar morgen en nog steeds zien we weinig verandering. Veel wolken, met name in het noordwesten kans op wat lichte motregen en 9 of 10 graden op de thermometers. Daarbij waait een matige wind uit de zuid- tot zuidwestelijke richting. En eigenlijk verandert de zaterdag en zondag ook nog niet heel veel, althans het blijft vrij zacht. Vroeg op zaterdag is het droog, later neemt de neerslagkans wat toe. En vroeg op zondag is het juist wat natter, met later op de dag een beetje zon. Na het weekend is het droog met meer zon en dan wordt het ook kouder. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.